Ja, het is, we hebben natuurlijk elke dag hebben we hier artiesten die treden op in Flevoland. En vandaag is het een Flevolander die overal staat behalve in Flevoland. En dat is Chris Verlaan, cabaretier. Chris, goedemiddag. 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 Klinkt een beetje gek zo, maar je hebt natuurlijk al in Almere gestaan aan het begin van je tournee, hè? Ja, 2 september gingen we daar los voor het eerst. Helemaal los ging je. Ja. Toen mocht er nog heel even. Ja, er zaten 100 mensen. Het was nogal 1,5 meter volgens mij. Ja. Dus, maar wel 95 mensen in de middenzaal. Ja. Hoe was dat om in je eigen hometown, zoals ze dat zeggen, van start te gaan? Het was heel gek. Ook omdat er waren heel veel collega's in de zaal. Ik werk bij de GGD nog steeds. Mm-hmm. Dus er waren wel iets van 40 collega's bij. En verder familie en dat soort dingen. Dus ja. toch wel gek. Ja. Heb je altijd bij de GGD gewerkt? Of is dat nu noodgedwongen zo ontstaan? Nee, ik werk al sinds 2014 bij de GGD. Als data-analyst. Ja, ja, dus eigenlijk ben jij dus fulltime is dat? Of is dat parttime wat je dat doet? Parttime, drie dagen per week. Dus 3 dagen in de week ben je data-analyst bij de GGD. En daarnaast sta je op verschillende podia door heel Nederland. Ja. Ja. Je haalt de boel nooit door elkaar heen of zo, hè? Nee. Nee, nou, ik treed wel eens op voor een congres of een symposium bij de GGD. Maar in principe is het heel veel. Ja, dat is jou te vinden natuurlijk. Jij bent gewend om natuurlijk voor zalen te praten. Ja. Maar je bent wel een bijzonder cabaretier. Je programma heet Man in de Maak. Je hebt Asperger. Hè? Klopt. Een vorm van autisme is dat. Voor mensen die niet weten wat Asperger is. Je hebt een hele sterke interesse volgens mij in een heel klein aantal onderwerpen. Is dat een van de aspecten van Asperger, hè? Ja, dat is een van de positieve aspecten. Dus je weet van één ding heel erg veel? Nou, dat valt op zich wel mee. Ik heb wel veel interesses. Bordspellen en games vind ik wel heel erg leuk. Dus daar ben ik dan wel echt een verzamelaar in. Ja, maar dat is een positieve kant van Asperger. Wat is een negatieve kant waar je ook echt wel last van kan hebben? Nou, het punt bij autisme in het algemeen is het eigenlijk het stressbrein. Dus dat je hoofd nooit stilstaat. Ja, je hoofd snapt de wereld om je heen niet. En als reactie ga je dan alles openzetten. En daar komt dan die bekende overprikkeling vandaan. Ja. Dan loop je over van prikkels. Ja, omdat je gewoon niet, je hoofd snapt niet wat er om je heen gebeurt. En dan is het een soort alarmsituatie. En wat moet je dan doen als zo'n situatie ontstaat? Ja, het is dubbel. Het makkelijk zou je zeggen van we gaan het onderdrukken. Dus ik heb een koptelefoon met noise cancelling. En mijn rolgordijnen thuis zitten vaak dicht. Zodat je niet te veel ziet wat er buiten gebeurt. Maar eigenlijk de truc is toch om het zoveel mogelijk wel te ondergaan. Mm. En dan zit je hier in een studio. Volgens mij sterft het hier van de prikkels, of niet? Hier was ik wel nerveus voor. Vooral omdat ik zo meteen een liedje ga doen. En ja. Waar ben je dan nerveuzer voor? Voor hoe je je hier voelt of voor dat liedje? Nee, dat liedje echt. Ja. Maar daar komen dan ook nog eens een keer al deze prikkels bij. 2 mannen die tegenover je staan te praten en op je inpraten en alles vragen. Schermpjes, lampen, lichten. Zijn dat allemaal die prikkels waar je last van hebt? Ja, dat komt wel binnen. Ja, ja, want je hebt ook, als je Asperger hebt, volgens mij ook wat moeite met veranderingen en zo. Hè? Dus je houdt vaak van de gebaande paden. Ja, hè? Als de supermarkt anders wordt ingedeeld, dan ben ik wel even paar dagen van slag. Dat heb ik ook. Ja, dat heb ik maar ik denk dat elk mens heeft volgens mij wel een lichte vorm van autisme. We houden toch van ritme en rust, reinheid en regelmaat. Wordt bij de kleine kinderen al aangeleerd. Ja. Maar ik herken dat wel. Want je hebt over gevoeligheid voor geluiden, voor licht. Wat heb je nog meer? Aanraking, geuren, weet je. Dat zijn allemaal aspecten, dat heb ik zelf ook wel wat. Maar jij hebt het ook dan als je naar het nieuws kijkt bijvoorbeeld. Dan ga jij ook aan het denken. Ik moet lachen. Ik zie mijn kat op de achtergrond. Ja, dat is jouw eigen kat, ja. Ja. Die is niet zo lief als hij er nu doet voorkomen, trouwens. Maar nee? Nee, het is een asielkat. Dat is een beetje een wilde jongen, is het. Ja. Die heeft last van een persoonlijkheidssyndroom of zo. Zou kunnen, ja. Zich anders voor als die is eigenlijk. Ja. Een kat met autisme eigenlijk ook. Ja, dat zou kunnen. Ja. Hij is wel behoorlijk fel. Dit is trouwens een reportage op de achtergrond die wij maakten van jou, hè? Ja, is een keer iemand langs geweest, inderdaad. Ja. Ja. Hoe komt het dan zo dat jij denkt van, weet je, ik wil ook cabaretier zijn? Of worden, of dat soort dingen doen? Ja, dat groeit gewoon. Ik heb in mijn studententijd cabaret gedaan met een studievriend. En toen is er opeens een soort vlammetje gaan branden. En dat is nooit meer weggegaan. Dus dan heb ik ook al, blijf je open podia doen. En dan ga je een klein festival doen en nog één. En dan groei je langzaam door naar
toch professioneel eigenlijk. Ja. Ja, dan win je zelfs in 2018 de Kamarettenfestival. Ja, dat was de grote doorbraak inderdaad. Buiten verwachting? Of had je wel zoiets van, nou, ik zie hoe zalen reageren, dus er zit best wel een kans in dat dit goed afloopt? Ja, ik speelde al bij de Cabaretpool. Dat is een ontwikkeltraject voor cabarettalent. Ja. En daar echt 2,5 seizoen meegedraaid. Toen merkte ik wel dat er heel veel gelachen werd al. Ja. Maar ja, Cabaret is zo'n landelijk festival. Ja, daar doet iedereen aan mee die echt de grote stap wil zetten. Ja. Dus ja, de concurrentie is gewoon heel groot dan. En het hele grote zaal, oude Luxor, nieuwe Luxor in Rotterdam. Ja, geweldig, ja. Vooral de oude Luxor is heel erg leuk, hè? Ja, ik vind het nieuwe ook wel heel erg indrukwekkend. Het is heel mooi. Ja. Heel groot, waar je tegenaan klopt. Kijkt dan ook. Maar oude Luxor was veel fijner spelen. Ja, hè? Nieuwe Luxor is zeg bijna elke hele artiest. Grote bak. Ja. Want ze wilden eigenlijk al jaren geleden het oude Luxor natuurlijk met de grond gelijk maken. Ja. Paul de Leeuw en consorten hebben daar een stokje voor gesteld. Nou, juist dat soort voorstellingen, zoals jij ook doet, die is daar uitermate geschikt voor. Het is intiem, het is fijn, het is veilig, het is warm. Maar wat jij zegt, als de hal, zeg maar, dat is natuurlijk heel imposant in het grote nieuwe Luxor Theater. Ja. En die zaal is natuurlijk ook wel heel, als je die helemaal vol hebt, het is natuurlijk ook wel. Maar de locatie van het nieuwe Luxor is. Nee, dat vind ik niet leuk. Fijn. Nee. Aan de kant. Maar goed, dat is heel wat anders. Wat voor cabaret doe jij eigenlijk dan? Want het ligt vrij voor de hand dat je het over jezelf gaat hebben. Ja, het is klassiek cabaret, zoals dat dan heet. En wat is dat dan? Ja, liedjes en conferences. Dus niet. Wie is een voorbeeld dan daarin? Is dat Toon Hermans of zijn dat de oudere? Nou, vooral Herman Finkers. Oh ja? Absurdistisch een beetje. Droge humor. Ja, droog absurdistisch. Ja. Verder qua liedjes. Ja, Hans Dorenstein is een held. En Jeroen van Merwijk, helaas overleden. Ja, maar veel te jong. Dat was mijn liedjesheld, ja. Maar als we kijken naar dit programma. Want ik zie ook de poster ervan, het zijn allerlei typetjes. Dat heeft natuurlijk ook met je autisme te maken, denk ik. Ja, dat is een beetje misleidend. Want dat, doet geen typetjes, nee, hè? Ik doe absoluut geen typetjes. Nee. Maar dat is meer de typetjes die in mijn hoofd spelen. En wat zijn dat dan voor typetjes? Ik zie iemand uit een boksring, ik zie iemand met een regenjas aan, ik zie een kantoorpikkie, ik zie iemand. Karikatuur eigenlijk. Ja, kijk, dat boksen, dat vechtersbaasje, dat. Ben je zo agressief? Nou, dat is mijn cynisch boze kant. Zeg maar. Okay, dat zit er wel in. Ja. En verder is het vooral de nerd. Normaal gesproken staan er ook cijfers bij die poster, dus dan kan je het zien. Ja. Het is geloof ik 60% nerd en 8% vechtersbaas. En zo ga je verder. Het is een beetje die datakant. Het is, je kan het nu niet goed zien, maar het is een taartdiagram. Dus dan kan je zien dat het zijn allemaal stukjes die dan samen één Chris vormen. Wat ik wel heel knap. Dan komt die data-analyst weer uit, hoor. Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Die hou je niet uit de cabaretier. Nee. Wat ik wel knap vind eigenlijk aan jou, juist omdat je autisme hebt, hè, omdat je natuurlijk houdt van routines, vaste plekken, je weg kennen. Je komt natuurlijk in theaters door heel het land. En dan moet je dan gewoon, dan kom je dezelfde dag en 's avonds sta je erop te treden. Ja, dat klopt. Hoe handel je dat dan in je hoofd? Dat je denkt, ik ben hier nog nooit geweest. Hoe ga ik dat doen? Ben je dan zenuwachtig? Nee, dat valt wel mee. Omdat mijn grootste houvast, dat zijn de coulissen. Zeg maar die donkere ruimte achter het podium. Ja, die zijn overal hetzelfde, moet ik zeggen. Ja, dat klopt. Is echt een soort tweede huiskamer geworden voor mij. Het liefst zou je daar gaan zitten, gewoon volgens mij. Een paar uur kan je daar zo zitten, denk ik, hè? Ja, het is heerlijk om als de zaal open gaat en het publiek komt binnen, dan hoor je dat geroezemoes en dan sta ik al een beetje klaar in de coulissen. Ja. Ja, dat zijn wel heerlijke momenten. Dus ik geniet daar wel van. Snap ik, ja. Ben je al bezig met nieuwe programma's ook? Want mensen in het theater die werken meestal een jaar, 2 jaar vooruit. Dus in deze tijden wat moeilijker, maar. Ja, ik heb wel al mijn thema klaar. Mijn volgende voorstelling gaat over de kringloop. Kringloopwinkel, het kringloopgevoel. Waarom heb je daar iets mee? Ja, ik hou van kringloopwinkels. Oh ja? En ook omdat het lekker gestructureerd is. Er is altijd een hoekje met oude computerspellen en oude boeken. Ja. En je kan dvd's vinden en lp's. Dus het is eigenlijk heel, ook door het hele land. Nostalgisch bijna gewoon. Ja, dat vooral. Mis je dat? Hoe oud ben je als ik een beetje. Ik ben 38. Je bent 38, 37, ja. Sorry, heb je al wel een redelijke hang naar vroeger ook. Ja, ja, ja. Ja, je wordt ook vooral sterker naarmate je ouder wordt, hè? Althans, dat heb ik zelf wel. Wij hebben het wel samen ook wel eens over. Naarmate je ouder wordt dat sterker, die hang naar vroeger. Ja, dat heb ik wel een beetje, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben, hoor. Als je op een gegeven moment boven de 35, zo 40 komt. Ja. Dan word je ook veel sneller emotioneel. Dan kan je zomaar in tranen uitbarsten. Ja. Als je een oude LP ziet van Patricia Pai, dat je denkt, afschuwelijk.
Nou, als, of juist heel als mooi. Als ik tegenwoordig nog zie, schiet er ook de traan in de ogen. Goed. Hey Chris, je gaat een liedje zingen uit je programma. Dat is het autisme-lied. Ja. Je denkt dan misschien, als je jou ziet, met alle respect... van nou, dat is een vrij rustige jongen, een beetje suffig... nou, wat je zegt, neurderig type. Maar als je dan de muziek hoort van jouw liedje... dan verwacht ik op zijn minst dat de Hoenpapa-band komt... en dat carnaval gevierd gaat worden, hè? Ja, het is een hele cynische blik op het autisme zijn. Ja. Maar dat is ook de humor en de droogheid waar je aan houdt, volgens mij. Dus ik heb er inderdaad een carnavalslied van gemaakt. Waarom een carnavalslied ervan gemaakt? Juist dat contrast, denk ik, of niet? Ja, nou, mensen... Ja, je wordt meteen in zo'n slachtofferrol geduwd... als je zegt dat je autisme hebt. Terwijl, ja, die voordelen zijn ook gewoon aanwezig. Ja, het heeft ook positieve kanten. En dus ja, het is een licht cynische aanpak van hoe heerlijk het is om autist te zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Jij noemt het licht cynisch. Sommige mensen kunnen het misschien als flink cynisch ervaren. Dat denk ik, ja. Ik heb een paar zinnen eruit gehoord. Denk ik, die komen best wel aan, ja. Oké. Nou, goed, nou, je mag op het podium gaan staan. Yes. Nou, zoals gezegd, je staat dus niet in Flevoland. Wel morgenavond in Leiden bijvoorbeeld, als het allemaal klopt op je website. Ja. En dan verder nog in Doetinchem, Enschede, Amsterdam, Amstelveen. En ook, dat ben ik nog vergeten te zeggen, dat is op 2 april, zaterdag 2 april, is dat in Boom Chicago in Amsterdam. Daar is de Wereld Autisme Dag. Dan staat Chris van Aan daar. Eerst staat hij hier en zingt hij het autisme lied. Kom erop. In de... Ja. Hoe heet het? Polonaise moeten we gaan staan, hè? Ja. Vraag hem niet om enig oogcontact. En als hij wel eens spreekt in het openbaar... Dan zie je hoe hij door de grond heen zakt. Maar vergis je niet, hij gloeit van binnen. Al lijkt hij dan van buiten wat bedeesd. Hij heeft het naar zijn zin en blust zijn zinnen. Want in zijn hoofd is het gigantisch feest. Want een autist loopt de Polonaise in zijn eigen kop. Speelt hij volledig blaasorkest, toch is hij een solist. Maar altijd beter dan verkrachter of zelfmoordterrorist. Zijn medemensen vinden hem wat raar. Dat hij er sociaal niet veel van bakt. Zijn liefdesleven lijkt echt nergens naar. Omdat bij elke vrouw zijn hart verzakt. Je vindt ze in kantoren en gezinnen. Maar in hun bovenkamer nog het meest. Al zullen ze een feestje nooit beminnen. Er hangen slingers in hun hokjesgeest, want een autist loopt de Polonaise in zijn eigen kop. Gezellig speelt hij volledig blaasorkest, toch is hij een solist, maar altijd beter dan verkrachter of zelfmoordterrorist. Ja, waar zijn die handjes? Autist loopt de Polonaise in zijn eigen kop. Speelt hij volledig blaasorkest, toch is hij een solist. Maar altijd beter dan verkrachter of zelfmoordterrorist. Beter dan verkrachter of zelfmoordterrorist. Dank u wel. Ah, nou, ons heeft het niet gelegen, in ieder geval. Zeker. Chris Verlaan, meer informatie op chrisverlaan.nl. Dankjewel. Toi, toi, toi. Succes. Leuk dat je er was.